Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer maandag en dat betekent een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede met in de line-up René Wagelaar en de revelatie van FC Twente, centrumverdediger Mees Hilgers. Mees, goedemiddag. Welkom, hi. Dank je wel. Goed dat je er bent. In een goede gemoedstoestand, 0-1 gewonnen van AZ. Ja, zeker. Ja. We doen we goed. Je deed niet mee? Nee. Waar was je? Ik zat in het, gewoon op de tribune zat ik. Ja. Gezellig te kijken. En was je dan met de bus mee of? Nee, ik ging zelf met mijn eigen auto. Eigen initiatief? Ja. Ondanks de hoge benzineprijzen? Ja, maar niet uit. Het is gewoon een leuke wedstrijd, Twente AZ. Dus. Is dat teamgeest? Ja, zeker. We hebben echt een leuke groep dit jaar, dus dat zie je ook in het veld. Hoe we voetballen en ook toen de wedstrijd was afgelopen, zag je het ook bij het juichen met de fans. Ja, en zelfs dat is wel lekker. Ja. Ja, wanneer iedereen weg was en alleen de fans waren over, gingen nog steeds spelers naartoe. Ja. Dus je ziet het ook wel. Zul je dat jammer vinden dat je er niet bij bent? Ja, tuurlijk. Oh, man. Ik zat te kijken en gewoon bij die warming-up al kijken. Ja, shit. Ja, ja, ja. Kon je het hek niet overklimmen? Ik ben wel even op het veld geweest bij de warming-up. Ja. Nee, na de tijd? Nee, na de tijd, het was chaotisch. Dus ik dacht, ja, anders sta ik zo meteen helemaal vast met mijn auto. Maar dat verklaart ook heel veel dat jullie vierde of vijfde staan, zeg maar, gedeeld. Ja. De groep dat het één is. Dat ja, je heel merken in het veld ook en alles. Ja. Hoe dan ook. En dan is het natuurlijk jammer dat je er even niet bij bent. Hoe is het met je herstel? Ja, goed. Ik heb vorige week al met de groep meegetraind. Wat heb je precies voor de mensen die dat niet weten? Mijn lies is ingescheurd. Dus over een lengte van 15 centimeter zitten allemaal scheurtjes in. Dus het is niet afgescheurd, maar ingescheurd. Oppassen. Ja, dus het is een spierblessure. Dus ik moet wel voorzichtig zijn, want een spierblessure, als je te snel gaat, kan er terugkomen. Dus, maar op zich gaat het goed. En deze week weer volledig met de groep. En dan volgende week eerst de oefenwedstrijd die ik dan weer ga spelen. Tegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Ja. Maar je wilt zo graag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, een voetballer wil altijd sneller dan de fysio en dan de trainer. Ja, klopt. Maar ja. Heb je botsingjes? Tot nu toe nog niet. Ik heb wel aangegeven dat ik gewoon... ik zei al vorige week tegen de trainer, ik kan gaan spelen. En deze week zei ik ook, ik kan gewoon spelen tegen PEC. Maar nee, ik moet gewoon luisteren naar mijn lichaam. En een speler wordt altijd sneller dan... hoort eigenlijk. En Lies is gevaarlijk. Ja, Lies is gevaarlijk. Meeneemt, dus dubbel zo gevaarlijk dan andere spierblessuren. Ja, maar Lies, klopt. Ja. We gaan het uitgebreid hebben over jou, Mees. Er zijn heel veel vragen binnengekomen van kijkers. We gaan het ook nog over AZ FC Twente hebben. Maar eerst even de prijswinnaar van de kaarten voor de wedstrijd van Ajax tegen Benfica. Morgenavond in de arena, dat is Daisy Cole. Jij bent de gelukkige winnaar van twee kaarten. Het komt in jouw richting. Morgenavond ben je aanwezig bij die wedstrijd. En over acties gesproken, René. We hebben ook een nieuwe actie, heb ik me laten vertellen. We hebben weer een nieuwe actie. Voor aanstaande weekend is die al. Die gaat vanavond online op Instagram. Dat is Ajax Feyenoord. Twee kaarten kun je daar winnen. En het wordt vrijdagavond bekendgemaakt op Instagram wie de winnaar daarvan is. Dus als je abonneert, liked en deelt... Dan hoor je, even kijken, vrijdagavond. Dat is nog 2 dagen voor die wedstrijd, die zondag om 2:30. Het lijkt wel een Ajax-kanaal te worden op deze manier. Nou, het blijkt wel inderdaad, dat zie je wel. Maar we hebben zelfs mensen die ons dus zeg maar bijna oplichten willen hè, op de site. Ja, gehackt bijna voor het. Ja, dat is niet normaal wat er gebeurde. Dan gingen ze steeds dat soort hacken. Ja. Hun die kaarten dan weggaven. En als je dan aanklikte, dan kwamen ze in je bankaccount en alles. Dus. Ja. Maar goed, dat gaat niet meer gebeuren. Dat hebben we nu opgelost. Maar dit zijn voor aanstaande zondagkaarten. Heel veel mensen doen daaraan mee, inderdaad. Ja, natuurlijk de klassieker. Ja. Maar goed, dit is dus voor deze week Ajax Feyenoord. Een beetje kort dag. Maar goed, als je dit vanavond ziet, dan meedoen, delen. Ja. En dan aanstaande vrijdag 8:00. En we hebben nog een actie, maar dat ga je straks vertellen. Ja, Hanna is onderweg. Hanna is onderweg. Dat belooft iets. Ja. Dat zijn al wat nou ja, goed, dan gaan we door. Komt goed. Ja, René, FC Twente wint met 1-0 van AZ. Ja, dat was de wedstrijd der wedstrijden als het gaat om, zeg maar, dat rechtstreekse ticket voor Europa. Dat voor het oprapen ligt voor de nummer 4. Eigenlijk is Twente nooit in de problemen geweest. Vanaf het begin was er redelijke controle. Het eerste uur waren ze totaal niet in de problemen. Vond ik ze een stuk beter, feller, agressiever. Misschien een klein beetje dat het AZ donderdag had gespeeld. Het zou kunnen dat het mee heeft gespeeld. Maar AZ kwam helemaal niet in de wedstrijd. Saruki de grote uitblinker, vond ik. Die was, vond ik, de beste aan Twente kant. Vroeg druk zetten. Ja, maar sowieso. Het hele elftal. Het, het, het,
Wat Mees net al zegt, het is een leuke groep, zegt hij. Nou, dat weet ik dan niet, maar wel een hechte groep. Dat kun je wel zien. En dat zie je aan het werken, omschakelen, alles klopt eigenlijk. Je wint er heel moeilijk van. Ja, ja. En na dat uur, toen kwam Klaas erin, voor een teleurstellende koopmeiners, maar toen werd het wel beter aan de AZ-kansen. En toen kregen ze ook wat kansjes. Maar over het algemeen, zeg ik, Twente verdient gewonnen. Twente stond als een blok. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd, Mees? Had jij het gevoel dat Twente daar überhaupt kon verliezen? Nou, om eerlijk te zijn niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk vanaf begin af aan vond ik Twente beter. Ja, ja, waren beter. Tot die goal werd AZ wat beter. Maar alsnog had ik niet het gevoel dat... Het waren voorzetten van heel ver die ze erin gooiden. Nee, dus, nee. Het was opportunistisch. Ja, heel erg. Dus ik had niet echt het idee dat AZ echt gevaarlijk kon worden. Nee. En de man die het verschil maakt is Joshua Brenet. Is dat een beetje de missing link bij FC Twente? Ik bedoel, Troepé speelde daar altijd een zesje. Maar hij heeft geweldige aanvallende impulsen. Heeft scorende kwaliteiten. Maakt nu de winnende. Is dat wat FC Twente nog even weer nodig had om een extra stap te maken? Ja, ik denk dat Joshua wel wat toevoegt op dit moment. En dat moet hij gewoon blijven doen. Het is een kraai ook. Hè? Ja. Ja, hij is heel aanvallend ingesteld. Dus dat zie je bij die goal. Bepaalde basistechniek heeft hij. Ja. Goede voorzet heeft hij. Dus hij doet het goed. Maar ja, ik heb het hele seizoen met Gio gespeeld. Dus. Ja. En bij ons ging het ook goed. Ja. Dus het is een strijd tussen hun twee, vind ik. En als Joshua blijft presteren zoals hij nu, dan is het moeilijk om er om het langs te komen, laat ik het zo zeggen. Maar Gio is er ook nog, vind ik. Dus. Hij is atletisch ook, hè? Hij is atletisch, hè? Ook, hè? Dat zie je, hoe hij daar binnen doorsnijdt bij Carlson, die ligt te slapen. Ja. En onze vriend Wijndal. Maar dan is hij toch atletisch, hoe hij die bal erin schiet. Dat doet hij op laatst goed. Ja. Ja, mooi pasje van Smal, hè? Van de linksback op de rechtsback voor die goal. En nog een andere kans. Een doelpunt van Rots net buitenspel op het arm. En als dan een doelpunt valt, sta je dan te juichen en te springen op de tribune, of niet? Ja. Tuurlijk, en deze wedstrijd helemaal. Dus het was belangrijk dat het gat niet groter werd, laat ik zo zeggen. Ja. Nee. En nu komt Feyenoord ook gewoon in beeld. We hebben de wedstrijd tegen Feyenoord hebben we ook nog. Ja. Ook belangrijk. Dus. De laatste. Dus. Kortom, dat zijn mooie ontwikkelingen. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld na een lange periode van afwezigheid Kik Piri zijn rentree maakt. Heb jij hem ook gesteund, gevolgd in zijn herstelproces? Ja, hij was veel buiten de groep, tenminste in het begin. En toen hij echt terugkwam, toen ben ik weggegaan. Ja. Dus ik heb hem niet echt veel gezien of gesproken. Maar het is wel mooi dat je na zo'n lange tijd terugkomt en dan 1-0 tegen AZ. Ja, dat is lekker. Ja, dat is mooi. En Piri is terug. Een extra aanwas voor het centrum van de verdediging. De vraag is natuurlijk of iemand als Piri blijft natuurlijk na dit seizoen. Hè? Ik weet niet of hij nog een jaar verhuurd mag worden door Ajax. Dat denk ik haast wel. Maar of Twente het wil. Hè, dat of dat ze ook het helemaal deze jongen af willen en verkopen. Ik weet niet of hij hierna nog 1 jaar heeft, contract. Dus na het komende seizoen, Piri, dat weet ik niet. Maar dan wordt hij natuurlijk liever door Ajax verkocht. Ergens in het buitenland of waar dan ook. Maar ik zou hem wel graag in het elftal willen, links centraal. Ik hou wel van een voetballer achterin. Ja, met Mees. Ja, dat zou ik liefst hebben. Ja, die twee zou ik liefst hebben. Ik zou liefst hebben hun tweeën centraal. En dan Brenet rechts en het zij Smal. Maar dan mis je wel de ervaring en de expertise van Robin Prupper natuurlijk. Want je moet ook leiders hebben. Ja, maar Mees heeft al laten zien dat hij dat niveau aan kan. Hij zakt niet door het ijs. Ik ken hem al vanaf 15, 16 jaar. Ik heb al 100 wedstrijden van hem gezien in al die elftallen. En dan was soms een dromer. En dan speelde hij een half uur goed. En in één keer maakte me die een fout. Of dan maakte die. En dan was die letter die gewoon. Maar dat is er helemaal uit. En ik was verrast, eerlijk gezegd, dat hij dit Twente 1 heeft gehaald uiteindelijk. Want toen dacht ik, dat gaat hij niet halen, joh. Dat komt niet goed. En altijd maar weer een. Nou, Nick Lohuis, die was trainer van hem. Die ken ik ook goed. Die zegt, elke keer is er weer iets. Maar dat is er helemaal uit. En hij vliegt er nu in. Ja, het begint een beetje Argentijns te worden. Is dat een goede analyse van de ontwikkeling? Ja, nee, ik heb altijd wel gedacht dat ik het zou halen. Dat is mijn mening. Dat is goed, dat moet ook. Dat moet maar deels wel, maar het is ook mijn uitstraling. Heb ik ook beetje nonchalant. Ja, nonchalant. En ik heb dat nog steeds wel, maar nu breek ik gewoon je benen. Laat ik het zo oppassen wat je zegt, René. Nee, mes tussen de tanden nu? Ja, echt. Zeker. Ja, dat is beter. Ja. Dit ziet er goed uit. Dit is de instelling die je moet hebben. Hè? Ja, ja, ja. En over vragen gesproken van kijkers. De eerste heeft ook te maken met Robin Prupper. Sam Veenstra is dat, die vraagt aan jou. Hoe belangrijk is mentor Robin Prupper voor je om naast hem te spelen? Wat leer je van hem? Heel veel, om eerlijk te zijn.
ook gewoon zijn ervaring. En ik zie ook op de training en tijdens wedstrijden hoe hij met dingen omgaat en wat hij doet. En in de coaching helpt hij mij heel erg met zo moet je druk zetten wanneer iemand met de rug naar je toe staat. Of wanneer iemand doorkomt, hoe je zo lang mogelijk ophouden. Dus al die kleine dingen, wat het verschil kan maken, daar helpt hij me zeker mee. Ja. En het hele seizoen al. Dat... Kopduels, wanneer duwen iets? Of ja, van iets duwen net voordat de bal komt. Ja. Zulke dingen. Slimmigheidjes. Slimmigheidjes, daar heb ik zeker... Ja, Rob helpt me zeker mee. En buiten het veld? Ja, buiten het veld zijn we één groep, dus... Ja. We hebben gewoon lol en doen we ook buiten het voetbal doen we ook leuke dingen samen. Dus dat is mooi, hè? Met het hele team. Dus dat is, het is echt wel een hechte groep. Ja. Vraag van Colin. Had je verwacht dat je zou slagen? Je zei net al min of meer van wel. Ook in de tijd dat Gonzalo Garcia de leiding nog had. Hij kijkt nooit, dus je kan gewoon zeggen. Toen, hij kijkt nooit ik had niet de beste klik voor mijn gevoel met die trainer. Ik had een beetje het gevoel dat hij dacht dat een centrale verdediger een bal kon aannemen en gelijk moest afpassen. Ja. En dat is niet hoe ik speel. Dus ik doe gewoon mijn ding en ik hou die bal aan mijn voet, snap je? Ongeacht wat de trainer zegt. Ja, en dus ik heb geen idee. Ik was ook nog een jongere. Ja, was, 17, 18. Ja. Dus misschien wel, maar ik ben blij dat Ron nu trainer is. Ja. Ja. Duidelijk. Wat is de kracht van Ron Jans als trainer? Ik denk dat hij gewoon de groep ook goed bij elkaar houdt. Hij is echt een gevoelstrainer, echt een mens-trainer. En dat is heel belangrijk, vind ik, als trainer zijn, dat je dat hebt. En dat zie je ook aan het team. Dat zie je gewoon dat, maakt niet uit of je op de bank zit of geblesseerd bent. Of het team blijft hecht. Ja. Dus iedereen is ook blij. Dus het zijn geen spelers die denken van shit, ik speel niet. Of ja, tuurlijk wel, maar niet... Dat er groepjes ontstaan of iets. Nee, dat is... Vorige week was er natuurlijk even in de media kwam dat vooral naar voren... dat Václav Černý, die speelde natuurlijk niet, viel een paar keer in. Wil natuurlijk meer omdat hij graag met Tsjechië naar het WK wil. Eerst nog die tussenwedstrijden, die play-offs natuurlijk. Maar er werd een beetje een soort van hetze gecreëerd... buiten het gezichtsveld van Jans en Černý om. Maar hoe zie jij dat... Want hij speelde nu wel weer een half uur voor het eerste keer. Ik denk dat het daar... Sowieso, ik was niet op de club, dus ik heb er niks van meegekregen. Maar volgens mij is dat door de media een dingetje geworden. Maar dat deed niet eens een voetbal iemand. Dat deed iemand die normaal economisch gestudeerd heeft, denk ik. Of... Maar dat was helemaal niet zo. Tenminste, niet naar mijn mening en naar wat ik heb gezien op de club. Het was gewoon... Hij kreeg een half uur gisteren, Černý, tegen AZ. Wat is jouw opinie van... Hij is er nog niet. En het is nog lang niet de oude Černý. Maar een paar slimme balletjes, maar het is nog niet dat hij vrij voetbalt. Nee. Ik denk dat logisch. Ik heb het nooit gehad en ik hoop dat je het ook nooit krijgt. Maar het is toch een blessure die wel, denk ik, tussen je oren gaat zitten. En dat je bang bent dat je het veld op moet in duels. En ik denk dat het echt iets is. En twee keer, Twee keer. Dus dat is niet niks. Maar waar ik van overtuigd ben... is dat hij veel moet spelen. Maar spelen. Wat dan mag, qua belasting. Want dat is het enige dat je het weer overwinnen kan. Want anders een piloot moet na een crash meteen de volgende dag weer achter de knuppel. Maar zo is dit ook. Die moet spelen. Als hij het overleeft natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat is zo. Alleen Daan Rots is natuurlijk goed met zijn arbeid. En scoorde natuurlijk gisteren dat doelpunt. Dat hij niet telde, Maar die brengt natuurlijk de power om een uur lang te gaan, hè? Ja. Op die rechterkant. Dat is rechterkracht. Vraag van Joas. Wie is je grote voorbeeld als voetballer? Ja, dat heb ik vaak gehoord ook in de jeugd. Van wie is je voorbeeld? Maar ik heb nooit echt een voorbeeld gehad. Nee. Als ik een centrale verdediger moet opnoemen, dan noem je een Sergio Ramos of iets. Ja. Dat vind ik mooi om naar te kijken. Maar ik heb nooit echt een voorbeeld gehad of naar iemand waar ik veel naar keek. Of geen posters op je kamer? Op je jongenskamer? Nee. Nooit gehad. Niet van Sylvie Meis? Nee, geen posters, niks? Nee, niks. Nee. Sylvie Meis, niet te geloven. Nick Doodhagen vraagt, waarom voor nummer 35 gekozen? Die heb ik gekregen. Gekregen? Ja, heb ik niet voor gekozen. Kom maar into the blind. Volgend jaar 4. Is dat geen... Of 3. Ja, 3. Het is mooi om wat lager nummer te hebben, maar ik heb er niet voor gekozen. Het nummer kreeg ik. Ach, wat maakt het uit eigenlijk. Ja. Nee, dat is toch wel. Maar sommige mensen hebben natuurlijk een bepaalde betekenis bij een nummer. En daarover gesproken, want die vraag is iets verderop, wordt die gesteld. Waarom heb je hebt tattoos, hè? Ja. Waarom heb je die genomen en welke betekenis hebben die tattoos voor jou? Ten eerste vind ik het heel mooi. Dus ik heb het gezet omdat ik het mooi vind. Ja. En met tattoos, daar staat gewoon ding over het geloof en familie. Oké. Dus hou je kracht uit het geloof? Ja, heel erg. Ja. Daar ben ik elke dag mee bezig, dus... Ja, geloof een engel bijvoorbeeld of een leeuw. En
Vlinders voor mijn opa en oma. Zeg maar zulke dingen. Okay. Namen van mijn ouders. Ja. En mijn debuutnummer, ja, nog steeds mijn nummer 35. Dus ja. Allemaal dingen met betekenis. Het zijn niet losse plaatjes, omdat ik... Ja. Dus die 35 heeft wel betekenis gekregen. Ja. Daarvoor zat er niks aan vast, maar nee. Nu heeft het wel betekenis. Ja, nu heeft het betekenis. Ja, 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 ja. En welk geloof, als ik vragen mag, hang jij aan? Christendom. Het christendom, ja, ja, ja. Want je hebt ook Indonesische roots. Ja, dat is Indonesisch grotendeels islamitisch. Ja. Maar mijn opa was christelijk, dus ik ben ook christelijk opgevoed. Ja, oké. Okay. En uit welk gedeelte van het land kwam hij? Uit Java, Jakarta en uit Sulawesi. Ja. Ben je er al eens geweest? Ja. Mooi? Ja, heel mooi. Vier keer. Vier keer. En ik heb ook familie daar zitten. Dus. Ja, ja. Oh, ja. De volgende vraag die gaat daar min of meer over. Danny ter Heegde, de KNVB. Hebben zij al contact gelegd met jou in relatie tot spelen voor het Nederlands elftal? Of... Want je moet op een gegeven moment kiezen. Ja. Ook voor het Indonesisch elftal, dat komt natuurlijk voorbij. Ja. En als dat nog niet gebeurd is, welke termijn hang je er voor jezelf aan? Een soort deadline, want dan moet ik weten wat we gaan doen. Ik heb nog niks van KNVB gehoord. Nee. Mijn deadline is dat ik wilde voor de zomer wilde ik mijn debuut hebben gemaakt bij Jong Oranje. Ja, voor komende zomer. Ja. 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 En over Indonesië was dat ze laatst hadden ze mij bericht. En toen hadden wij gewoon gezegd van... En nu nog niet. Ik ben 20 en ik wil gewoon proberen het maximale eruit te halen. Ja. En daar gaan we gewoon voor. En als ik wat ouder ben, dan zien we het wel waar, waar het schip strandt. Hoe lang heb je nog contract mee? Bij Twente? Ja. Aankomend seizoen plus optie. Oh ja. Ja, ja, ja. Oké, en wel bezig om te verlengen? Ja, dan zijn we nu de gesprekken. Dat is een goede zet. Is hij klaar voor Jong Oranje, René? Want dat is de eerste stap die hij moet nemen. Jawel, natuurlijk. Zeker, natuurlijk kan hij daarin mee. Er hebben zoveel spelers ingezeten die veel minder waren dan Mees. Hij zei rechts en links centraal, zoveel kan ik erop noemen. Ja. Daar is hij zeker klaar voor. Ik zou niet weten waarom niet. Ja. Je hebt daar nu wel concurrentie natuurlijk van allerlei spelers. Zijn de grootste concurrenten voor jou? Achterin centraal bij... Per Schuurs, ja. Botman, maar Botman staat links. Ja, Botman is links. Van Lille, hè? Ja. Die zijn wel wat verder, maar je vraagt of hij daarbij kan. Ja. Dan zeg ik direct, hij hoeft niet meteen basis te spelen, maar hij kan zeker uitgekozen worden. Het zijn ook reizige verdedigers, lange jongens. Je hebt Kassanbier van Groningen. Ja. Ook een goede speler. Die moet je kunnen hebben. Die moet je kunnen hebben. Ja, maar is geen verkeerde. Nee, is geen Nee. Alhoewel hij het weekend even lag te slapen een paar keer. Maar ik heb niet gezien, ik denk dat ik er gewoon bij hoor. Dus. Ja. Dat is mijn mening. Ja. Nee, dat moet ook. Ja. Dat moet ook. Je moet ambitieus zijn, maar je hebt nog niks gehoord. Dus, ik heb niks gehoord. Nee. Maar je moet nog niet verkassen. Nog niet naar de andere club. Dat zou ik niet doen. Ik zou hier nog even lekker... Zit ik goed bij Twente. Ja, en zeker nog één jaar dat alle spelen, even 34 wedstrijden speelt. Ja. En misschien nog zelfs Europa in. Dan moet je kijken wat je dan leert in een jaar. Waar je dan bij leert. En dan bij 21 en dan... Kijk, sommigen maken te vroeg een stap, hè. Ja. Of ze worden gek gemaakt. Je zei het laatst ook tegen Sadilek, dat is hetzelfde verhaal. Ja, hetzelfde verhaal, Blijf nog even bij deze club. Omgeving die je gek maakt. Je moet gewoon dit en een grote... En dan zit je op de bank of daar word je alleen maar slechter van, vind ik. Er zijn ook veel vragen die daarmee te maken hebben. Hein Groothuis die vraagt, wat wil je nog bereiken bij FC Twente? Wat zijn überhaupt je doelen voor de korte termijn? Europa League. Ja, punt gewoon, uit. Europa League. Dat is wat ik wil halen. En dan met Twente nog even, sowieso nog even blijven? Eigenlijk voor die derde plek gaan. Dat is, play-offs kan, maar ik denk dat... Liever niet. Speel je eigenlijk als je vierde wordt? Vierde is Conference League, toch? Ja, Conference League en dan de derde voorronde stroom je in. Dan hoef je niet die eerste twee, Nederlandse vertegenwoordiger, hoeft niet. Nee. Hoeft niet al in juni in te stromen, maar dat zal dan juni En UEFA en... Dat is de nummer drie, die gaat dan de... Maar dat kan nog wel. Als je Europa League in. Ja, vier punten verschil, toch? En je hebt Feyenoord nog en... En PSV. Alles kan nog. PSV. Ja. Landskampioen, zit dat er nog in? Ja, op papier wel, maar goed, dat wordt heel lastig. Je hebt al gesproken, is ook een vraag, Mees, met Feyenoord, oriënterend op een gegeven moment. Ja. Wat kwam daaruit? Wat was de intentie? Ze zijn geïnteresseerd. Ja. Dus, Voel je gevleid daardoor? Ja, tuurlijk. Ja. Het is mooi als er zo'n grote club... Zo snel interesse toont. En dat laat ons zien dat je het ook goed doet. Ja, ja. Dus wat heb je afgesproken met Feyenoord? Van kom een keer terug? Of ik heb voorlopig, wil ik me doorontwikkelen bij Twente? Nee, of... ze zijn wel gewoon echt geïnteresseerd. Dus dat is ook afwachten wat zij willen. Ja. Maar op dit moment speel ik mijn wedstrijd gewoon bij Twente. Dus. Ja, ja, ja.
Maar het wat je al zegt, het is mooi dat zo'n club zich nu al meldt eigenlijk. Ja, ja, dat is heel mooi. Maar goed, als je René vraagt, die zegt, ja, gewoon bij Twente blijven de komende... Ja, 1 jaar sowieso. Ja. Om nog 1 jaar alles te spelen centraal. En dan is nog Europa League erbij. Dan is die veel ervaren. Dan wordt die veel eerder. Wat jij net al zegt, Schuurs, Bortman, die leeftijd. Die zijn net ietsje ouder en heeft die veel meer ervaring. En dan kun je ook eerder een stap maken. Kom je gearriveerd binnen bij zo'n club. En nu kom je binnen als talent. En talent, ja. Ja. Dat moet je nog maar zien. Je wilt natuurlijk alles in de basis spelen. Ja, natuurlijk. Dat is duidelijk. En als je het niet gelijk, dan dwing je het wel af. Erwin van Marlen vraagt, op welke punten kun je jezelf nog verbeteren? Kopkracht kan beter. Scorend vermogen kan beter. Voor de rest, wat vinden jullie dat beter kan? Nee, jij bent vaker nog in dribbel als de ruimte ligt. Ja. Ietsje vaker, dus zelf nog iets vaker als de ruimte voor hem is. Dat hij gewoon durft om in te dribbelen en op laatste juiste keuze te maken en niet vastlopen. Moet ook de combi zijn met je centrale partner. Hè? Er moet eentje weer inzakken. Precies, en ook een beetje met wat de situaties van de wedstrijd. Dus, fysiek mag er iets bij. Ja, fysiek kan het sowieso ook wat mag bij. Mag iets extra. Vaak in de krachthonk. Elke dag. Ja. Ja. Als Veerman komt en... Mijn benen zijn wat groot geworden nu. Ja. Even een vraag aan ons, René. Ja, het moet niet gekker worden. Carlo Carocciolo. Die meldt dus dat hij groot fan is van dit programma. Dus waarschijnlijk is hij dan de ene. Dat is een van de duizenden. Vraag wat lach je nou? Deze jongen, die Carlo, die verwacht dus dat Kees van Wonderen naar Heerenveen gaat. Dat zal ook wel zo zijn. En dat hij dan Luc Brouwers van de Eagles meeneemt. En kan Twente daar een stokje voor steken? Kunnen jullie dat vuurtje niet opstoken, vraagt hij. Om ervoor te zorgen dat Brouwers in beeld komt bij FC Twente. En dat hij hier naartoe komt als opvolger van een Zerouki. Wat vind jij daarvan? Moeten we dat opstoken? Brouwers is absoluut een goede speler. Kan ook zeker het niveau aan. Die kan echt mee. Dat is echt een goede speler. Intelligente jongen. Harde werken, sterk fysiek, loopvermogen, scorend vermogen. Ik zag hem laatst nog een slalom maken. Ja, nee, dat is een goede speler, prima. Het zal geld kosten uiteraard, dus waar hij naartoe wil weet ik niet. Maar is die van Heerenveen blijkbaar niet. Rijp voor Twente? Nu? Ja, die kan Twente dan. Ja. Okay. Als Sam Steijn hier naartoe kan hij het ook zeker. Hoe oud is hij? 23. In die categorie? 23, ja, daar zit hij in. Fysiek, sterk, loof, alles. Ja. Heeft heel veel. Maar goed, het ligt ook aan Ed, wat we al eerder hebben gezegd. Het ligt ook aan de rest van de jongens. Juist. Ja. Je hebt Bos, je hebt Roemeratu nog, je hebt Dan Steijn. Gaat Saruki 100%, weet je niet. Brahma, die zal wel stoppen, daar ga ik vanuit. Of niet verlengen, maar in ieder geval, dan heb je, even kijken, Smal kan een keer op midden. Je hebt nog genoeg keuzes op dit moment, maar wie is er straks nog? Ja. Nou ja, ik zou hem er heel graag bij hebben als er een paar vertrekken bij Twente. Dat zou ook heel graag Brouwers hebben. Is ook betaalbaar, normaal pas. Je haalt niet iemand van een topclub op. Nee. Dus dat moet normaal wel kunnen. Jan Strooijer zal natuurlijk alles doen om de selectie zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Even los van het feit dat als je een goede transfersom kunt krijgen, dan ga je verkopen natuurlijk. Ja. Denk je dat Cherouki jou klaar is voor de subtop van Frankrijk? Wees? Ja, sowieso. Ja, toch wel? Ja, tuurlijk. Het is al een kerel, hij goed. Ja, goede spelen. Ja. En hij is sowieso klaar daarvoor. Maar de vraag is gewoon of je... Die hebben ze ook jaren daar laten liggen. Ja. Hebben jullie het onderling veel over de volgende stap, zeg maar, met de jongens onderling? Vrienden? Ik met Ramiz. We hebben het wel over gewoon wat we willen, maar hij zit gewoon goed bij Twente en hij speelt goed en hij heeft het naar zijn zin, dus... Ja. En de vraag die daarop aansluit, dat is, dat is een retorische vraag, zo noemen ze dat, maar dat is, wat vind je van dat publiek? Want voor dat publiek zou je alleen al jaren willen blijven. Veel te stil, dat publiek, joh. Veel te stil. Nee, het publiek is wel echt... Dat is uniek, hè? Ja, dat is wel echt... Ja, het is niet uniek, het is normaal geworden. Ja, voor Twente begrippen is dit... Ja, tuurlijk. Ja. Gisteravond waren er 750. Ja, dat is niet normaal. Ik zei het nog op de tribune van... ons publiek maakt meer geluid dan het hele AZ-stadion. Ja. Dat is niet normaal. Dat is waar. Ja, we waren gewoon 90 minuten lang aan het springen. Ja. Als AZ moet ik eerlijk zeggen ook wel saai. Zegt alleen de gekletter met die boekjes hebben ze een paar jaar geprobeerd. Maar dat was ook niks. Dat vind ik dramatisch publiek daar. Ja, daar zit die vuur. Niks. Hey, ook niet bij als ze 3-0 achter staan zeggen ze niks. 3-0 voor zeggen ze niks. Nee. Dat vind ik echt... Maar dat heeft jullie, want jij doet ook altijd mee aan die vieringen voor het publiek, dat geeft natuurlijk een geweldig gevoel. En ook tijdens de wedstrijd, dan voel je gewoon die energie. Ja. Dat is niet normaal. En toen de fans weer weggingen, toen dat moest, toen miste je het gelijk. De eerste 2-3 wedstrijden was het echt even wennen van, oké, zo is het weer zonder publiek. Ja. En daarna wende je weer aan, maar we hebben er echt veel aan. Ja, ik persoonlijk had er echt veel aan in die wedstrijden.
Duidelijk. Heracles Almelo, René, speelt 0-0 tegen Vitesse op papier. Niet wat slecht. Een zaad. Wat... Ja, inderdaad, een stroperige wedstrijd. Ik viel bijna in slaap, man. Dat is slecht. Was. Ja. Vitesse ook trouwens, maar Heracles ook. Er zit totaal geen zelfvertrouwen meer in. Het spel is matig. Ik heb er ook geen uitblinker gezien. Ik dacht, goh, lozen niet. Nee. Ik krijg het nog heel moeilijk. Ik krijg het toch ze nog staan echt nog moeilijk. In die groep rond de 12 tot 12. Het verschil is maar 3-4 punten natuurlijk. Ja. Hè, ze hebben geloof ik van die alle wedstrijden nog maar 3 thuis. En ze moeten 7 of 8 punten nog hebben. En uit hebben ze nog niet gewonnen volgens mij. Als ik het goed heb. Dus dat wordt een hele zware kluif. Die zitten er echt middenin. Ja. Middenin. In de degradatie. Nou is het helemaal spannend onderin. Ja, in de degradatiestrijd. Ja. Of na competitie. Want ja, het draait niet. Het loopt voor geen meter, man. Ja. Thuis moeten ze nog die 3 potten pakken. Ja. Normaal zeg je tegen Vitesse een punt is natuurlijk prima. Mm-hmm. Laten we wel zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, het is de nummer 6 van het land. En het is er ook niet helemaal rustig natuurlijk. Met die vloedaffaire blijft nog na gisteren ook weer. Met die directie, die willen ze heel graag kwijt. Spandoeken. Ja, ze willen heel graag van die dingen af. Van die Toussaint en Gillissen. En die hebben dat allemaal niet goed aangepakt. Het is ook onrustig. En dat heeft ook weer zijn weer... Er was ook een spandoek over Fred Rutte. Die willen ze dan niet hebben als nieuwe trainer. Als dat al waar zou zijn. Ben jij daar de creatieve genie of de kwade genius achter? Omdat je dat hier hebt genoemd. Dat die mensen denken van hij kan eventueel naar Heracles. Is dat kwaad dan? Nee. Creatief of kwaad. Kwade genie. Als het waar is... Nee. Ik heb gezegd dat ik dat duidelijk heb gehoord van dat hij daar naar binnen zou willen. Via bepaalde lijntjes, dat heb ik gezegd. En dat weet ik ook, dat het zo is. Nou, ik kan hem maar niet weet niet... Ja, jij kan het je misschien niet voorstellen. Nee, maar Fred is toch ook een slimme kerel. Die weet toch ook dat niet zou passen dat je bij de... Och, als je de 5 wint bij Heracles, dan ga je op de kaart door het dorp. Ja? Ja, natuurlijk. Dat tellen ze toch niet meer waar je vandaan komt. Alleen het begin is het even... Weet je nog dat het stadion niet die naam niet wou geven toen? Ja. Erve Asito. Erve. En nu is het... Je hoort niks meer. Nee, dus okay. Het is allemaal tijdelijk even. En, maar het kan gewoon niet. Want als jij bij Twente zo'n verleden hebt gehad, dat heb ik ook gezegd, dan is het moeilijk om bij Heracles aan de slag te gaan. En dat bleek wel uit spandoek. Nee, dat is ook zo. Alleen ik kan me niet voorstellen dat Fred, die op de hoogte is... Ja, maar ik kan me wel meer niet voorstellen. 5 weken geleden had ik ook niet verwacht dat Rusland Oekraïne binnenviel. Nee, maar dat is van een andere categorie dan Fred bij Heracles. Ja, dat is heel anders. Maar ik bedoel, er zijn zoveel dingen die niet... Ja. Hè? En zeker in de voetballerij. Dat kan van alles. Ja. Ja. Het is een gekke wereld, dat is wel duidelijk. Ja. Bij ons aan tafel zit het al gek. Ja. En over een gekke wereld gesproken, we hadden het net over prijsvragen, acties. Je hebt er nog één, René. Kondig die we hebben het over Hanna, had je het over? Hanna van Hendrik, dat zegt jou niks, hè? Nee. Dat is Twents, dat had ik al verwacht. Dat is een heel leuk theaterstuk, wat in 2019 ook al in Twente was, in de hangar op het vliegveld. Mm-hmm. Er zijn iets van 55.000 mensen geweest in die x-aantal weken. Er waren iets van 50 voorstellingen volgens mij. Maar dat komt terug. Ja. 7 juli. En ik wil mensen alvast erop attenderen dat we binnenkort 2 VIP-kaarten weggeven. Dus het zijn echt hele mooie kaarten. En die gaan we weggeven namens Voetbaltijd. Dus dat wordt wel weer echt Dat is binnenkort wordt bekendgemaakt. Ja, binnenkort gaan we dat bekendmaken. Ja. En... ik ken de crew goed. Ik heb ze gesproken en ze zeggen, god, zet maar 2 hele mooie VIP-kaarten in. Ja. Als weggeefactie voor jullie prachtige YouTube-programma. Ja, dat mag ook. Daarna mag je met Johanna praten. Ja, we zijn in een vrijgevige bui, meester. Je hoort het. Ik merk het. Ja. Geloof kaarten voor Ajax 5. Ja, hij gaat ook niet met lege handen weg. Nee. Wat heb je voor hem in petto? Of kun je dat niet zeggen voor de camera? Nee, dat zeg ik niet voor de camera. Nee. Sommige dingen moeten geheim blijven. Nee. En een drankje van appeltje. Ja, dat is duidelijk. De prognoses doen we nog even, meester. Dat is een vast onderdeel. We hebben 2 wedstrijden van Twentse vertegenwoordigers. De eerste is Heerenveen tegen Heracles Almelo volgende week. Belangrijk voor beide ploegen die op het randje staan. Wat gaat het worden? Het is bij Heerenveen. 2-0 voor Heerenveen. 2-0 Heerenveen? Ja, 2-1 Heerenveen. 2-1 Heerenveen, oké. Okay. Ja. En dan hebben we, die moeten ook een keer winnen, want die hebben al 10, 11 wedstrijden niet gewonnen, Heerenveen, of 9. En dan FC Twente speelt thuis tegen PEC Zwolle, de nummer laatst, hekkensluiter. Wat gaat dat worden, Mees? 4-0. 4-0, oké. Daar zit weinig twijfel bij. Ik heb 3-1. 3-1? De 2, 3-1, ja. Ja. Ja, Zwolle valt me niet tegen, namelijk gisteren tegen Feyenoord ook niet. Ze spelen wel goed. Voor de winterstop was het dramatisch, maar ze hebben nu wel een bepaalde overwinningsdrang van... Ja. Ja, ze spelen niet verkeerd, maar in een volle grotsveste Twente, ja, die winnen wel. Ja, winnen wel. En dan zit jij nog net niet bij de selectie, hè, waarschijnlijk? Of? Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Vak G. Wat ga je eraan doen om alsnog de trainer en de medische staf te overtuigen?
Om erbij te zitten? Ja, op de training gewoon laten zien dat ik fit ben. Maar het is al uitgemaakt dat ik er niet bij zit. Dus moet je ook geen risico willen nemen. Nee, dat kan niet voor één keer. Wordt die week erna waarschijnlijk. Ja, en dan heb ja, en, speel je tegen... een interlandperiode. Dus, ja. Wat extra tijd om er zeker van te zijn dat het goed zit. Niet forceren van tevoren. Nee, en, en tegen Fortuna Düsseldorf, dat is dan tijdens de interlandperiode dan wat minuten maken of basis. Wat denk je dan? Ik heb geen idee. Nee, zitten denk aan een helft. Ja, precies, precies. Even wat ritme kweken. Ja. Oké, duidelijk. Nou, dan zijn we eruit. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, René, dat wil ik nog even weten van Mees? Nee, één advies, maar blijf jezelf en blijf bij Twente nog een jaar. Ja. Die twee dingen. Dat, kun je dat wil zeggen volgend jaar dus dan. Dat zou ik, hè? Ja. Dat is mijn ding wat ik hem wil vertellen. Ja. En als Feyenoord nou komt en zegt, nee, absoluut willen we je hebben bij de ingang van het nieuwe seizoen. Nee. Nee. Ik zeg nee. Stil. Ja, nee. Ik zeg nee. Ik zeg niet doen. Klaar. Maar goed, wie ben ik? Okay. Nee, maar ik vraag het. Mees is 20 is. Oh, sorry. Ja. Ik dacht even. Mees is volwassen. Stel dat Feyenoord zegt: we willen je absoluut nu. Ja, lastig. Het gaat zo goed bij Twente en ik ben. Ja, ik speel eigenlijk alles. Alles. Ja. En de groep is zo leuk, dus. Dan hebben we het bij deze hebben we het afgekaart. Je blijft nog een jaar bij Twente. Pak de papieren maar even. Ja, zet de handtekening. Geen enkel probleem. Dat was een aflevering weer van Voetbaltijd. Bedankt het leuk? Voor je. Ja. En je was laatst ook leuk bij Perez, ESPN. Ja, klopt. Was ook leuk. Ja. Met Kenneth. Ja. Ook bijzonder, want normaal zie je hem op tv. Ja. 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 En dan, tenminste, ik heb hem altijd op tv gezien. Opeens zit hij naast je. Ja. 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 Dat is apart. Dat is wel leuk. Hij is kampioen geworden met Twente. Ja. 2010. Ja. Toen was jij een jaar of 8. 9. 8, 9. Ja, niet te geloven. Wat vliegt de tijd. Ja. Dankjewel voor de komst. Succes. René, jij dankjewel. Bedankt voor de komst. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Dan met Justin Hoogma in de opstelling. Centrale verdediger van Heracles Almelo. Even niet in de basis. Misschien volgende week wel. En daar gaan we hem over bevragen. Heeft u vragen aan hem? Dan kan dat worden gezet, gesteld via de social media. Tot volgende week. Tot dan.